Yo, kijkers rest van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie de allereerste Ronald Spot Minecraft episode met Minecraft 1.5. En uh, ja, voor degene die het wil weten, dit is dit Ronald Spot Minecraft episode 8. En uh, ja, ik kan echt niet wachten totdat uh, ik alle dingetjes kan gaan ontdekken van 1.5. Want er is een uh, ja, nieuwe ore aangebracht die je kunt vinden in de Nether, genaamd Nether Quartz. Je kunt tegenwoordig weer uh, grote mushrooms laten groeien. Uh, je kunt uh, items uh, nu naapjes geven. Um, dat kon je vroeger al met de anvils. Maar uh, nu kun je ook spawn eggs naapjes geven en zo bij de anvils. Echt super leuk. Heb je in principe dus heel veel aan de survival mode, maar uh, het is toch wel grappig. Uh, dan hebben we nog. Um, wat hebben we nog meer? Uh, Zonnepanelen. En uh, natuurlijk heel veel redstone rosso Want het was zeg maar een grote redstone-update. Ja, upgrade of update. Weet ik even hoe je het wil noemen. Ik, je kunt het dus wel upgrade noemen. Want je upgrade Minecraft. Ja, of je update Minecraft. Weet je wat? Het boeit me ook helemaal niet. Maar. maar uh, uh, ja, de reden dat we hier bij het main menu zijn is uh, wel zoals je het mist hier iets. De taxi palk staat nu onder opties. Uh, het is best wel handig dat hij nu hier staat. Want dan kun je je taxi in-game veranderen. Alleen ik ga hem nog steeds wel hier laten staan. En de reden dat hij is weggehaald is, uh, bij sommige mensen staat er nu een andere balk waarop staat Minecraft Realms of gewoon Realms, weet ik veel. Maar uh, dat zijn zeg maar soort servers die worden gehost door Mojang. Uh, en een paar mensen die mogen daar op, of een paar mensen mogen die servers hosten. Ik heb werkelijk geen idee hoe het zit. Pas als junior had er een tutorial over gedaan. Ik snapte er geen van. Maar uh, ja, ik heb het kennelijk niet. En uh, ja, ik ben er wel een beetje aan gewend dat uh, de dit balk nu weg is. Maar ik vind het gewoon een beetje goofy staan. Dus. Um... Ja, maar goed, laten we maar eens in de wereld gaan. En uh, ja, er is een soort van probleempje. Oh, Jezus Christus. Er is een soort van probleempje gebeurd. En uh, mijn DX-story die besloot. Uh, oh, mijn god, eerst mijn headset zacht te zetten. Uh, Oké, okay, dat is een stuk. Dat is een stuk beter. Goed. Maar goed, mijn uh, uh, DX-story recording programma die besloot om mijn. Uh, uh, ja. Jezus, wat. Stop het. Oké, okay, eerst mijn headset, want dit lijkt. Game kan. Ja. Oké, okay, nou, dit is het lijkt tenminste weer ergens op. Uh, dit, en nu snel naar achter. Maar goed, oh ja, skeletons schieten, by the way. Ook Jezus Christus, het is gewoon een grote creeper party hier. Wat denken jullie wel niet, hè? Weet je, op mijn erf lopen. Hebben jullie daar wel überhaupt een vergunning voor? Ja, wat denken jullie wel niet? Maar uh, goed, oh, wat een snipe skills, Oh, wat een snipe skills. Oh, man, sta stil, goed zo. stuk ongeluk. Goed, uh, dan moet ik oppassen voor die skeletons, want die schieten echt gewoon super snel. Kijk dan, Piu. Ah, dat is niet normaal. Maar goed, um, er is dus wat gebeurd. Mijn DX-story heeft mijn microfoonvolume enorm hoog gezet. Daar baal ik echt enorm van. En ondertussen ga ik dit even fixen hier. Maar uh, ja, ik had gisteravond ongeveer anderhalf uur aan Ronald's Tot Minecraft gerecord. Dat waren ongeveer vier episodes. Ik baalde gewoon echt enorm van. Want wel, ik kon het niet meer weg editen. het was gewoon echt een puin op. Dus, uh, ja, waar is de deur toch hier? Maar, uh, ja, je hebt gewoon steeds van die pieken erin. En het leek net alsof of, of ik schreeuwde. Dus, ja, ik kon het gewoon echt niet aanpassen. Want normaal heb ik mijn uh, mic altijd op 10 staan. En hij stond op 81. Dus kun je nagaan. En, uh, ja, ik baalde. Ik hoor wat. Oh, dan ben ik zelf die over de deur loopt. Derp, ik word uh, uh, een beetje paranoïde hier zo. Maar ik baal er dus echt enorm van. Dus dat zijn vier episodes van Ronald speelt Minecraft. Die uh, ja, weg zijn. En het waren echt gewoon de meest epischste episodes. Epischste episodes. Is dat een woord? Überhaupt epischste. Nou, het was echt gewoon een van de coolste episodes uh, die ik had gerekord. En jawel, uiteraard hebben we nog zo'n clown. Sterf toch gewoon. Ga terug naar de hel waar je thuis was. Maar goed, dus. Uh, goed, ik heb alles weer gefixt volgens mij. Ja, want die was een. Uh, uh, creeper uh, bezig, zal ik maar even zeggen. Maar goed, dus. Uh, ja, ik kon het niet meer uh, uh, ja, fixen. Het was al dood. Dus uh, ja, ik baalde er gewoon echt een van. Uh, de dingen die ik had. Uh, ja, gedaan was. Uh, wel, ik had een. Um uh, ja, een, uh, een ranch gemaakt Voor mijn koeien, ik had een pick farm gemaakt Zoals je ziet had ik een sugarcane farm Gemaakt, heb ik mijn uh, Ja, wat is het, um, crop Crops farm afgemaakt, mijn god Al die Engelse woordjes, ik kan het niet uitspreken vandaag Maar goed, ik heb dus mijn farm afgebouwd En wel daar hebben we een uh, pick farm en daarachter in, de, in het dal Zeg maar zo'n cow uh, uh, ranch Dus um, ja, en we hadden uh, uh, Ja, een desert NPC village en een desert temple gevonden, want we waren Naar die desert geweest die achter het swamp pion licht. Dus, um, ja, daar hebben we twee diamonds, twee emeralds, wat iron, wat gold en wat bones gevonden. En in het NPC village heb ik uh, potatoes weggehaald, dus ja. Maar goed, even kijken. Um, ik heb hier aardig wat troep. Maar goed, laten we maar eens even naar onze koetjes gaan. Even kijken. Ik moet eerst maar eens even wat junk gaan storen, want uiteraard heb ik weer te veel troep bij mij. Even kijken, zo, torches. Oké, okay, ho, dit kan wel weg. Dit ook, dit ook, dit, dit. Ik heb weer ongeveer bijna een stek met hout. Ik weet ik ben, goh, niet waar ik ermee moet. Maar, uh, ja... En nou oh ja, ik ben ondertussen ook een level 35, dus uh, ja, ik heb niet zoveel op uh, mops gejaagd. Maar uh, oké, okay, we gaan uh, vandaag proberen om een uh, chicken farm te maken. Uh, ik zit eraan te denken om die aan die kant te maken, zo zeg maar daar. En uh, wel, dan gaan we dus een chicken farm maken en zo. We gaan uh, uh, pigs breathen, ik heb gewortels bij me, geweldig. En uh, we gaan Cous breathen, breathen, want... Uh, of, nou, koeien laten paren, laat ik maar even op Nederlands zeggen. Uh, want die hebben we nodig voor... Uh, voor uh, Waarvoor hebben we dat eigenlijk nodig? Oh ja, we hebben level nodig voor ons boeken, hè. Dus ja. Maar goed. Uh, even kijken, Binnenkort gaan we dus beginnen met de 1.5 e. playthrough. Daar gaat uh, deze serie op hold, zeg maar. Dan komt, Ja, uh, uh, yeah, dit heel weinig uit. Maar... Uh, ja, ik ga dus proberen om uh, te rushen naar de Ender dragon. Even kijken. Goed. Nou, making babies. We are going making babies. Nee, ik weet niet hoe de liedje gaat. Volgens mij... We are making beer, nee, nou, ik, ik, ik ga er gewoon over ophouden, even kijken, grote kous, let's do this. Even kijken, eh, uh, onderwerp, uh, ik heb helemaal niks om over te kletsen met jullie en ik ging net de verkeerde kant op. Dus, um, ja, we gaan gewoon een beetje over de game neuzelen en, uh, als er iets te binnen schiet, dan uh, zullen jullie waarmpel meteen horen, dus, uh, ja. Goed, dit is mijn cow range met chickens en kleine babykoekjes met veel te grote hoefjes. Dus, ja, wel, let's do this. Uh, oh, ja, daar hebben we weed voor, hè, weed, uh, oké. Okay. Um, die chickens die kunnen we hier straks weer uithalen Dus dat komt wel handig voor pas God, dit is best wel vallend Je krijgt XP van een stelletje parende dieren dit... Minecraft is zo messed up op dit moment Ik weet niet wat het deal ermee is maar, uh, ja, het zal allemaal wel, wel. Goed, eens even kijken. Huh? Waar gaan we die chicken farm maken? Ik zat er dus aan te denken om het uh, tegenover de pick farm te doen. Hier ergens of zo. Alleen, het is wel erg veel werk wat we moeten doen om een paar boompjes weg te halen. Of nou ja, het kan wel. Dan moeten we het gewoon een beetje weer opvullen, zeg maar. Tot zo hier zo ongeveer. En dan... Uh, vullen we dit ook gewoon helemaal op? Uh, dat kunnen we doen. Dan moet ik alleen even kijken of, de, uh, of ik het hier ook kan opvullen. Ja, dat kan ik ook opvullen. Goed, dan doen we dat even. Ga ik even mijn uh, supplies halen. Ik ga eerst even de, de farm in. Want uh, ik ben benieuwd wat het hier allemaal is. Uh, nou, er is niet zo heel veel groei. Dus ik hoef in principe niks te doen. De sugarcane farm ga ik wel even uh, oogsten. Want ik heb enorm veel sugarcane nodig. Dus uh, ja, het groeit hier echt als kool in mijn wereld. Het is niet normaal. Gewoon überhaupt alle plantjes en uh, dingetjes die groeien hier. Dus ja, het is gewoon niet normaal. Even kijken, goed. Uh, sugarcane, sugarcane, sugarcane. Sugar ik weet wel dat je tegenwoordig letter heb, heb nodig hebt voor boekjes. Mijn god. Uh, heb ik dit Ja, ik heb dat net kapot gemaakt. ik. Maar uh, ja, dat vind ik het stomste ding van Minecraft. Dat ze dat hebben toegevoegd. Dus met dat met leren met die boekjes. Het is wel logisch, want uh, dat leren is dan de kaft van het boek. Dus ja, maar oké. Okay. Het is gewoon niet al te ja, makkelijk om te krijgen tegenwoordig. Even kijken, we hebben uh, dit nodig. We hebben dit nodig. We hebben dat nodig. Um, ik wil eigenlijk mijn chicken farm met... Ander. Uh, uh, met birch. Ja, met birch gaan doen. Dus dan halen we even wat birch op show, sure, why not? Even kijken, goed, en dan gaan we nog maar eens kijken wat we daar in ons, uh, ja, hol, zou ik maar even zeggen, uh, voor rotzooi hebben liggen. Want uh, ik heb denk ik nog wel wat meer items nodig. Eens even kijken, oh ja, het pad heb ik maar tot hier gemaakt, want ik heb uh, werkelijk geen idee hoe groot mijn uh, huis wordt hier. Dus, um, ja, ik ga denk ik een keer off-camera eens uh, dus een keer alle, uh, ja, ruimte, ja, leegmijnen en hakken en, en opruimen uh, waar ik mijn huis wil bouwen, dus ja. Eens even kijken, goed. Um, uh, birch, 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 birch. Yeah. Nee, birch, ja, oké, okay. birch is hier, mooi. Uh, we hebben ongeveer, weet ik veel, 20 birch nodig of zo. Dat is genoeg. Ik ga niet, oh, we, nemen, we nemen gewoon alles mee. <laughs> Ik heb zoveel hout en zoveel resources. Ik moet echt gaan beginnen met iets boeiends te doen. Wel, mijn god. Ik zit een beetje te farmen hier. En uh, een beetje te overleven. En ja, verder nog helemaal niks meer. Het wordt wel een enorme grote villa, jongens. Dus uh, daar zullen we wel, denk ik, 10 episodes uh, Onze handen vol hebben. Nee, ja, niet echt zo groot. Oh, ik ga daar echt zo een keer een. Ehm. Um, um, eh, uh, damn it. Um, um, een boomhutje maken daar gewoon helemaal boven. En dat is zo chill, vind ik dat moet je eens kijken. Nee. Oh, ik heb, by the way, uh, mijn mos ook nog niet geïnstalleerd. Zie je hoe snel die rotzooi groeit. Het is gewoon schandelijk. Even kijken, goed. Eh, uh, seeds hebben we straks pas nodig. Uh, want anders kregen we de chickens niet naar hun hol, zou ik maar even zeggen. Dit hebben we, dat, dat, dat. Uh, haak. Ja. Uh, prima, prima, prima. Nou, gaan we maar. Oh. We need dirt. Even kijken, goed. Zo, dat is bijna lang niet genoeg, denk ik. Uh, ofwel. Nee, nooit. Nou ja, we gaan eerst maar uh, boompjes hakken. En uh, nog meer hout verzamelen. Alsof we niks beters te doen hebben. En uh, wel, dan ga ik maar eens beginnen met mijn um, ja, fundering voor mijn chinken farm. Even kijken. Um, want wel, ik zit op dit moment gewoon enorm veel uh, ja, sugarcane uh, te harvesten. En ook veel um, um, ja, koeien te breathen. Puur om het feit, ik wil mijn diamond chestplate en diamond tools hebben. Want ik heb nu ongeveer dus 13 diamonds. Uh, want ik heb dus 2 diamonds gevonden in die desk tempel. En uh, wel dan kan ik dus in totaal een diamond chestplate mee maken. En ik kan daar uh, een zwaard en een, um, een pickaxe van maken. Dus ja, daar heb ik helemaal niks meer over. Of uh, nee. Dan heb ik de 8, 8. En dan. Vijf, oh ja, ik heb al een duimme pickaxe. Ah, dan gebruik ik die andere om een uh, chat met te maken. Dus ja, even kijken. Goed, want die hebben we ook nog. Gelijk met logisch. Even kijken. Um, die boom moet ook weg, denk ik. Ja. En dan moeten wij die en die ook nog weghalen. Oké. Okay. We hebben weer lekker veel hout. Alsof we nog niet hout genoeg hadden. En uiteraard, natuurlijk niet. En ik wil binnenkort ook eens op gaan zoeken. Uh, ja, een hondje wil ik hebben. En ik wil binnenkort ook eens op gaan zoeken naar een hondje. Wat. Een Hoe bedenk ik dat? in god. Wat is dit? Ik. <laughs> ik probeer mijn commentaren fatsoenlijk te maken. En het lukt aardig. Alleen, soms zeg ik van die dingen. Heb ik gewoon zo zelf gewoon zoiets van. What the fuck? Serieus. Maar. Um, ja, dat komt natuurlijk omdat ik niet zo heel lang uh, aan het commenteren ben. Even kijken. Um, uh, move please, dank u. Goed, we dit boompje er even weghalen. En we zullen uiteraard weer appeltjes krijgen. Het zal hem zo episch lijken. Omdat ze nu pumpkin pie hebben. Dat ze ook appeltaart uh, in uh, Minecraft gaan doen. En swarma en alles. Dingen echt gewoon van die hele ja, leuke dingetjes en zo. Hutspot. Gewoon. Ik vind gewoon dat ze in de volgende update 1.6. Waar we uiteraard snapshots en zo van gaan doen. Um, dat ze daar echt gewoon... Eten uit allerlei landen moeten doen. Dus eten uit Nederland, eten uit Duitsland, bijvoorbeeld bratwurst of zo. En dan bijvoorbeeld uit Italië pizza's of spaghetti of zo. Gewoon. Het hoeft niet meteen uit alle landen, want dan uh, is Minecraft gewoon een hele update. kwijt alleen maar eten. Maar het zou gewoon wel leuk zijn als we gewoon wat meer eten in Minecraft zouden doen. En wat meer mops. Dus bijvoorbeeld ezels of zo. Of paadjes waarop je kunt rijden en zo met zadels. Dus uh, ja, dat soort dingen. En ook bijvoorbeeld dat er uh, ook van een nieuwe bevolking is. Dus bijvoorbeeld piraten of zo. Als je bijvoorbeeld uh, op het zee gaat met je, met je bootje of zo. Dat je uiteindelijk uh, op een pirateiland aankomt, zeg maar. En dan hebben ze een fort En dan hebben ze een, uh, ja, bootjes met een haven en zo. Gewoon een, een complete settlement. En dat het genereert dan gewoon random. Dat zou gewoon echt vet zijn. Want op dit, op dit moment zit je alleen uh, in Minecraft met wat van die verminkte octo's. Dus ja, daar heb je ook niet van aan. Even kijken. Dirt, we need dirt. Dirt, we need Dirt. Spooky, even kijken, slapen, gooi Maar goed, um, uh, jullie zagen waarschijnlijk mijn Call of Duty commentary wel, uiteraard En um, ja, ik ging dus ook een nieuw headset kopen enzo dus Nou ja, dat heb ik nog niet gekocht, maar dat ben ik wel van plan te kopen Misschien als jullie deze video zien, dan uh, uh, heb ik hem al, weet ik niet, hoop ik <laughs> Even kijken, ik heb eten nodig En mijn uh, eten ligt in de kist bij de vorm, geweldig Ik moet echt leren om mijn eten gewoon bij me te houden ik weet niet wat het is, maar uh, misschien omdat het gewoon zo lang is geleden dat ik gewoon echt een pro-Minecraft survival heb gedaan. Want de laatste tijd dat ik zo'n survival heb gedaan was een jaar geleden. Um, verder had ik alleen maar gewoon op die wereld gesurvivald een jaar lang en zo. En ik kan alweer gaan harvesten met die stomme sugarcane. Mijn god, ik ga het gewoon doen, jongens. Want ik heb 1 miljoen sugarcane nodig. Dus ja, ik neem de wortels ook maar meteen even mee. En het wheat ook. Uh, goed, laten we maar eens wat gaan eten. Wat uh, lekker ontbijtje, wat gebakken aardappeltjes, jambi, kippetje erbij. Mm. Even kijken. Um. Dit, 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 oké. Waar ik ook wel aan sta te denken. Dat heb ik niet gezegd in mijn Call of Duty commentary. Mijn achteraf commentary, dus die belangrijke: dat ik een Minecraft adventure map wil gaan doen. Dus bijvoorbeeld, zoiets als Kidnapped of zo, een kleine adventure map. Niet zo'n verminkte, of nou niet zo'n enorm grote supergastel met van Vex. Maar gewoon een. Oh, ziet hoor, dat groeit dit alweer. Ik kan hier gewoon de hele dag zitten een farm farmen. Mijn god. Maar gewoon dus een leuke map, zoals Kidnapped of zo. Moet ik even kijken. Maar dat soort mapjes, die lijken mij wel heel erg. Ga ook, misschien ga ik daar ook wel even van doen. Moet ik even kijken of ik daar de tijd voor kan vinden. En uh, wel, ik ga hier even staan en dan zullen we eens kijken of het groeit. Nou, daar heb ik nog geen tijd en ook geen zin voor, dus ja. Maar laat me even weten of jullie van mijn uh, vormpjes vinden. Dus ja, wel. Uh, we hebben er ook een, een sheepie. Dus um, ja. Um, bram, 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 ja, we gaan alles maar meenemen. Dan gaan we alles even uh, breathen en farmen. En uh, laten paren en een appeltje. Yeah! Even kijken. Um, goed. In mijn pickform. En ik kan hem uiteindelijk nog uitbreiden. Want ik ga gewoon soft dieren houden. Jullie hebben geen idee. Uh, dit wordt dus uiteraard ook een hele, hele lange playthrough. Want ik wilde. Dat is een goal van mij, dat weten jullie nog niet. Maar ik wilde Wither Boss pas gaan verslaan. Wanneer ik Full Diamond heb. Het klinkt misschien te overdreven. Maar... En ook onnodig. Maar ik ga dat doen. Ik heb nog nooit Full Diamond gehad. En dan dus zul je net zien dat die gele Wither Boss me weer maakt. Dus ja. Even kijken. Um, wilt u, please, van het venster afgaan, meneer? Dat was een waarschuwingsschot. De Durpface. Van dat. Van dat ding af zeg ik. Dank u wel. Goed. Um, ik moet het echt gaan uitgraven daar. Want het volk kan zo. ploepie doepie doepie Maar ik kan zo over mijn farm heen gaan dansen. Dat hebben we zin in. Uh, appeltjes, ja. Um, we gaan even naar de koeien. Ooh. Want uh, die wil ik echt even uh, laten. Uh, <punished> je weet wel waar ik het over heb. Even kijken, goed. Uh. Die, heb ik, die heb ik zelf gemaakt, luk Even kijken, zo. So, uh, kunnen jullie alweer? Zullen jullie al klaar? Ja, yeah buddy. Jullie zijn alweer klaar. Mooi zo. Jeetjes. Yeah, hey, ik wil eetjes, om Eetjes omeletjes, jamie. Even kijken. Uh, ja, je komt er uiteindelijk lekker koeien in. Dus uh, ja. Mag ik eruit, dank u wel Even kijken, um, de ouders zijn alweer klaar om een nieuw kit te krijgen Terwijl het kit nog niet eens is opgegroeid Wat een logica Even kijken, Zo, ik vind die paden wel echt enorm handig Want anders zou ik gewoon uren door die wilden dus gaan, uh, gaan wandelen en, en dan zou het gewoon helemaal niks worden Even kijken, goed wel, dit is ondertussen allemaal uh, klaar En goed, alle boopjes zijn weg Natuurlijk, met saplings uiteraard Zodat ik nog geen saplings genoeg heb Maar goed, we gaan dit maar eens even opvullen gaan we het uh, free voor de chicken farmers even maken en uh, wel dan uh, zien we wel wat schipstrand. Even kijken. En oh ja jongens, uh, dat is echt gewoon een opmerking voor mij. Zien waar het schipstrand. Ik zeg dat gewoon echt enorm vaak dat is een soort van iets van mij, zeg maar. Dus uh, ja, nee, nee. Ik heb nog wel twee stacks nodig. Even kijken. Kunnen we niet binnen? Ja, we gaan gewoon binnen door. Let's do this. Hopelijk komen wij uh, hondjes tegen. Dat zou wel leuk zijn. Dan kunnen we meteen een hondje krijgen. Uh, chickens, dat heb ik niet nodig. Ik heb hondjes nodig. Uh, pigs, nee, hondjes Wat begrijp je, je niet aan het woord my, wat, 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 wat wil ik zeggen uh, Minecraft, wat begrijp je niet aan het woord hond Dat, dat, dat wou ik zeggen, ja Dammit Even kijken, goed, daar hebben we mijn Holy dirt pillar of life Hebben wij honden hier ergens Nou, dat is een birch tree, even kijken um, Waar zijn mijn hondjes dat is een porkie. Ik heb geen porkies nodig. We gaan gewoon zoeken naar honden, jongens. Even kijken. Uh, nee, Dat doe ik denk ik binnen de volgende episode. Ja. Volgende episode gaan wij uh, de hele episode wijden aan het zoeken van honden. Dus ja, nadat we de chicken farm hebben afgemaakt, natuurlijk. Want ik ga proberen om nu terug te komen naar mijn huis. Zo, oh, die is daar. En uh, wel, dan ga ik proberen. Auw, hey, oh, dan ga ik proberen. Ja, laat me uitpraten, Minecraft. Um, om um, de chicken farm af te maken. En, uh, of nou ja, uh, in ieder geval het frame af te maken. Uh, met het huisje en de fans en zo. Dan weer in de volgende episode. die chickens erin pleuren. Uh, dan gaan we nog wat dientjes uh, laten. Telefoon, hallo. Wat, wat nu weer? Uh, you forgot mail. Yeah, I know. What do you want from me? What do you want from me? Reactie, reactie, reactie. marktplaats What? 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 what, what? Het is toch wel een marktplaats ook altijd. Reactie geplaatst. Op. Oh, dat, 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 dat. Da. Bloedstaan challenge. Eh, uh, ja, die vind ik redelijk moeilijk. J. Of ja, J. Ja, J. Weet ik veel. Waarom is deze video niet zo heel vaak... Geen idee. Volgens ik eens gewoon schil. <tot> Even kijken, goed. Nou, ik hou van jullie. Even kijken, goed. Wel, uh, onmiddellijk terug, want ik verspil kostbare crafting en bouwtijd. Dus ja, dat willen we niet. Hè? Dat willen we niet, want dat betekent uh, dat ik harder door moet werken. En uh, dat krijg ik niet betaald. En natuurlijk is mijn sugarcane weer gegroeid. Ik schuil er ermee uit. Ik heb al bijna een stack verzameld. Even kijken. Uh, ja, ja, ja. Over een stek al. jee. Nou, we, laten wij uh, in ieder geval maar eens proberen om in deze episode nog uh, uh, de klaar te laten maken. Want zelfs dat uh, ziet er al een beetje somber uit voor mij. Even kijken, zo, 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 zo. zo. dan... hoor, op. En dit door, dit dit en dit Oh jongens, dit wil ik even met jullie dit Kennen jullie die oude epische serie genaamd buurman en buurman. Laat het even achter in de comments of jij buurman en buurman kent. En zo ja, dan like de video ook meteen even, want dan weet ik dat uh, al mijn fans die deze video hebben geliked de buurman en buurman kijken. En natuurlijk, als je buurman en buurman niet kent, moet je hem natuurlijk ook liken, uiteraard. Maar uh, ja, buurman en buurman was echt gewoon een epische serie met gewoon twee buurmannen in principe. Dat lijkt logisch. En uh, die bouwden gewoon allerlei redde dingetjes. Bijvoorbeeld, dan bouwden ze weer een, een, een wijngaard die volledig automatisch was. Of dan bouwden ze weer iets anders. Dus of dan, ze moest ook altijd als ze iets het niet meteen deden, moeten ze het altijd weer repareren. En het liep altijd weer soepen Dus uh, ja, zo grappig. Even kijken goed, we gaan met uh, dit te werk vandaag. Um, um, we gaan uiteindelijk ook nog voor mijn uh, cow farm een mooie uh, uh, ja, soort van stal maken helemaal en zo. Die, dat ben ik wel van plan om te doen. Um, uh, alleen. Uh, dat vergt heel veel werk, want ik moet uiteraard natuurlijk heel veel dingetjes uh, ja, leegmaken en een uh, grote area uh, ja, opcleanen, zeg maar. Of zullen wij hier uh, stal voor de cow farm maken en dan daar beneden de chicken vorm. Uh, het is een mogelijkheid, dat zeker. Ja, we doen hier gewoon een cow farm. Dan wordt dat de chicken ranch. Is het een keer wat anders, dan gaan we daar gewoon... Ja, dan gaan we daar gewoon 100 chickens in houden, jongens. Oh, en in plaats van schapendisco doen we chicken disco. tu du tu du du tu du Ik weet niet of jullie de video hebben gekeken van Vaco Games. Zo episch, jongens. Schapendisco. Schapendisco, schapendisco. Echt zo grappig. Even kijken. Goed, uh, ik draag een beetje te, veel er, uh, te ver door, of niet? Maar goed, gaan we hier dus die uh, verrekte stal maken. Die maken we dan daar. Uh, kunnen we nou vast beginnen met het frame uiteraard. Um, het wordt een hout, hout, houten slash cobblestone of wat het cobblestone met hout. Too um, many decisions. Nou, ik denk gewoon met hout. Niet ja. Even kijken zo. Uh, komt de eerste pilaar en dan wat de achterkant er hebben we gewoon. Ja, huppakee, zo, hout, uh, hup hup hup. Uh, dan moet ook met een ja. Ja, ik zit gewoon een beetje te denken hier, mensen, van wat wil ik. Even kijken. 1, 2, 3. Ja, dat is goed. Nou, dan moet hier ook weer iets komen. Nee, die moet dan daar. Mooi. Dit wordt echt een koeienstal, jongens. Dus uh, het wordt best chill. Uh, mooi gebouw wordt dit eigenlijk. Of nou, nah, wat, wat doe ik? ik? Wil ik dat de koeien buiten kunnen lopen of niet? Nee, de koeien moeten binnen. Even kijken. Um, uh, goed, koeienstal dus. Goed. Um, um, ik kan het beter anders doen. Ik kan het beter zo...

Het ziet er nou enorm goofy uit. Maar geloof me, jongens. Het wordt wat. Even kijken. Um, en dan maken we hier zo de fans. Ah, dit zit aan dat pad. Dat wil ik niet. Kan ik het nog verder terugplaatsen? ook Nog even kijken. Zo. Maar plaatsen we er toch eentje terug. Nou ja, maar goed. Uh, het wordt zeg maar dat uh, farm design. Wat je ook bij de kingdom zag en zo. Dus ja, een uh, inferior. Je appeltje. Yummy, appeltje. Yummy. Even kijken. Zo. Uh, daar. En... Um, 2, 3, 4... Oké, okay, alles is goed, mooi. Perfecta, mundo. Perfecto, perfecto. Ja, 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 uiteraard. Even kijken. Dan komt hier zo, dit zo, aan zo. En dat connect dan weer. Kijk, ik zal je wel even laten zien. Ik plaats het fence even zo. Eh, uh, fence komt hier zo. Eh, uh, het wordt een grote cow jongens. Dus ik zeg het jullie maar vast. Ik doe alles groot in Minecraft. Klein bestaat niet bij mij. Even kijken. Uh, zo, 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 zo. Zo, 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 zo. zo. Zo, in principe. Nou, en dan komt hier een uh, deur. Zo, een dubbele deur. En um, nou, dan kan ik hier zo de farm inlopen, zeg maar. Kijk, zo heel mooi. Nou, dan kan ik de farm inlopen. Uh, zo, dan komt hier een fence. En ja, dit wordt een pilaar, zo zeg maar. Nou, dan kunnen de koeien naar binnen en naar buiten. En, en dan kunnen ze alle kanten oplopen. Dus uh, ja, dit gaan wij, uh, denk ik. Even de komende episodes afmaken. Ik ga de volgende episode eerst op zoek naar een hond. Dus um, ja, jongens. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Dit was een lange episode van Winnerspot Minecraft. Dus uh, ja, laat even een like achter als jullie de serie Buurman en Buurman kennen. Dus uh, ja, en laat sowieso een like achter. I commend it. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie later. Later mensen. Oh ja, subscribe en volg me op Twitter. Uiteraard. Maar goed, doei mensen.